We zijn hier als jury vandaag 4 keer langsgekomen. Vanmorgen al in alle vroegte in de kou. Toen stonden hier al 20, 25 mensen naar het verhaal te luisteren. Iedere keer is het verhaal exact hetzelfde. Exact hetzelfde als 2 jaar geleden en vorig jaar. En dat doet hij goed. Hij heeft gewoon een heel goed verhaal en ook nog een goed product erbij. En dat zien we eraan, omdat u dat namelijk ook koopt. U gaat dat eigenlijk ongetwijfeld doen als hij klaar is met zijn verhaal. Maar we hebben dat ook vandaag weer gezien. Want dat is belangrijk bij een koning van Sint-Joep. Je moet je product met de mond aan de man brengen. Zonder reclame op de stand, zonder een prijs. En je moet verkopen. En daar heeft de jury op gelet. De presentatie van de kraam is goed. Het verhaal is perfect. Er staan mensen. Hij boeit mensen. Hij ziet precies wie aansluit in de rij. En of die ook wel goed opletten. En of ze aandacht hebben voor zijn product. Dus met alle redenen heeft de jury vandaag unaniem gezegd. Ondanks dat het al de 2e keer is en 2 jaar geleden ook. Maar het is volledig terecht om Mark de Meijer uit België op deze Sint-Joep 2018 te komen. Koning van Sint-Joep. Mark, hoe vaak bent u al op Sint-Joep geweest? Dit is de 5e keer. En de 2e keer koning van Sint-Joep? De 2e maal, ja, inderdaad. In 2016 en 2018 vandaag. Het geheim? Ik werk al 12 jaar met dit setje. De mensen die het ook die hebben gekocht, die komen bijkopen, die zijn heel enthousiast over het product. En ja, in België, Nederland is altijd wel speciaal. Hè? Hoezo? Ja, ik ga zeggen, ik heb een heel goede verstandhouding mee in Nederland. Ik werk ook op de huishoudbeurs in Amsterdam toestaan. Ik werk heel goed met Nederlanders samen. Ik ga ook veel naar de Nederlandse jaarmarkt. Ik werk hier heel goed. De wisselwerking is perfect. De wethouder vertelde net dat het verhaal altijd hetzelfde is. Maar dan ga je toch wel eens de mist in als je in Amsterdam staat of in Sittard, of niet? Nee. Ze verstaan me toch niet. Jawel. Mag u het beeld nog houden? Ik mag dit houden, ja. Dat zijn de beelden die als ik mee naar huis mag nemen. Daar ben ik heel fier en trots over. Van 2016, dat is van vandaag. En waar komen ze dan terecht? In de bureau. In het bureau? Ja, in het bureau. Nee. Op het schap, ja, wij zeggen in België in de bureau, dat wil zeggen op het schap boven de computer, de trofeeënkast. Want ik heb nog wel een paar andere ook. Zoals? Welke trofee heeft hij nog meer? Ik ben koning van de Voormarkt geweest, dan word je keizer. In België wordt hij heel hoog aanzien. Dan nog verschillende. Ja, nog veel. Maar verschillende. Volgend jaar weer terug? Zeker. 100%. Het is hier een waanzinnig tof publiek. Goede organisatie ook. Ik heb de wethouder ook voor bedankt. Ik kom hier heel graag aan deze kant. Ik zie Sittard, Glen, Borm. Allemaal goede markten. Ik wil ook de gemeente Sittard bedanken voor de waanzinnige, goede organisatie van deze jaarmarkt. Het is elk jaar een plezier om naar hier te komen. Ja, aan de gemeente Sittard. Dank je wel.